Oké. Dus we gaan de verschillende zodiacs overlopen. Dan gaan we beginnen met. Wat gaan we nemen? Ja. Dus ben jij of jouw tweelingvlam een ram? Dan is deze boodschap extra voor jou. Wat hebben we? The land between. Into me I see. Ears wide open. And feeling the world. Dus voor rammen of iemand in een connectie met een ram. Weet en begrijpt dat jij of die persoon of de connectie eigenlijk in een soort van tussenfase staat. In de zin dat je eigenlijk als het ware in twee verschillende dimensies, realiteiten zit. En dat de enige weg vooruit eigenlijk dit is. Ga naar binnen voor jezelf. Dat is hetgeen wat dan uiteindelijk je tweede vlam ook gaat gaan doen. En daarin de antwoorden gaan ontdekken wat ze nodig hebben. Hou ook je oren en ogen open, want niet alles wat je in de 3D-wereld ziet is de waarheid. En dus moet je eigenlijk tussen de regeltjes gaan lezen. En feeling the world, kies vooral zelf wat dat jij wilt gaan ervaren. En laat het stuk van je tweelingvlam los, want dat zal zich op dit moment eigenlijk jou niet verder helpen. En we krijgen al een eerste boodschap, want die bleef liggen. En daarop staat er: jij bent mijn ware liefde, mijn hart en mijn ziel. En dan hebben we het nog van voor de ram. Ja. We hebben nog, net zoals jij, ben ik altijd bezig met het doen van een soort van missiewerk. Mijn energie en wijsheid ondersteunt anderen om mij heen. Voilà. Dat is het voor de ram. Nou, deze kaarten hier tussen steken. Voilà. En dan is de volgende stier. Dus ben jij een stier of heb je connectie met een stier? Dus tweeling van een stier. Dan is deze boodschap voor jou. A Grand Symphony. Wat hebben we nog? Ik hoor nog één. Ja, dankjewel. Wat hebben we? We hebben dus A Grand Symphony. Spirit of Gratitude. En a Merry Motive. Dus. Mensen met stier of stierverbonden of wat dan ook. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld jouw ascendant bijvoorbeeld een schorpioen is en dat je daar dan ook meer boodschappen in krijgt. Maar dus, wat zien we hier voor jullie? Dat het belangrijk is om te focussen op de eenheid die er al is. Soms lijkt het dat er geen eenheid is, soms lijkt het dat er meer scheiden en afstand is tussen jullie. Dat is niet zo. Dat is dus een 3D-illusie waar je ego dat wenst te geloven. Dus wees dankbaar voor de dingen die er al zijn. Is dat je een berichtje krijgt, al is het zo klein dan ook, het is niet volledig zoals je wilt, wees er dankbaar voor. Want weet dat alles wat er gebeurt, dat er eigenlijk ook een grotere en hogere reden is. Ook al zien we het niet allemaal. We weten ook niet waarom en hoeveel sterren er daar zijn in de hemel. Maar we liggen er niet elke nacht wakker van. En dat is net hetzelfde. Focus op jezelf, op de dingen die jij weet die waar zijn voor jou. En van daaruit kan je dan weer verder gaan. De boodschap. Onze innerlijke leiding is helder, maar ons ego heeft weerstand. En wat misschien hoe dat er nog wordt over toegevoegd. Dan hebben we nog twee. Allee. Ik weet dat het universum in mysterieuze manieren werkt, maar soms oordeel ik de situatie in plaats van in overgave te gaan. Dus dat is het belangrijkste stuk wat we net gezegd hebben van dat ego. En er zijn ook karmische banden of lessen die zich nog aan het uitspelen zijn. Hier spreekt de kaart over jou of de kinderen van de tweelingvlam. Als er geen kinderen zijn, gaat het over de innerlijke kind. Dat eerst moet komen.
En dat, dat je echt mag gaan zakken in dat vertrouwen. En hier spreekt ook over, in plaats van in die overgave te gaan, het is superbelangrijk van in die overgave te gaan. Omdat je dan ook beter zou kunnen gaan vertrouwen dat alles wat er gebeurt echt ook een doel heeft. En je ziet hier ook, blauw is ook een belangrijke kleur. Dus dat heeft te maken met het keelchakra, met het spreken van je waarheid sowieso, maar ook je vrije wil. Dus doe alleen die dingen die goed voelen en laat de rest los, zou ik maar zeggen. Ik ga hier een beetje plaats maken. Voilà. En anders wordt het een chaos. Oeh. Voilà. Nu heb ik meer plaats. Dan zitten we aan tweelingen. Wat is de boodschap van tweelingen? Boodschap voor tweelingen. Hopla. We hebben Birds of a Feather and Let It Go. Het gevoel dat ik hierbij krijg, of hetgeen wat ik eigenlijk hoor, is dat het, teken, dat het tijd wordt dat je iets loslaat. Het kan zijn dat de persoon waar je aan vasthoudt, dat dat niet je echte tweelingbelang is. En dat je daardoor jezelf eigenlijk saboteert en blokkeert om de juiste persoon naar je toe te laten komen. Het kan zijn dat je de connectie veel te strak en veel te... ja, een beetje zelfs zodanig... hard vastneemt dat je geen ademruimte krijgt. Dus het is belangrijk om je zeker... Dus het feit dat je hier in de groep zit is goed. Want dat wil zeggen dat je kan verbinden met gelijkgestemde mensen die weten waar je doorheen gaat. Zodanig dat je inderdaad de dingen die niet meer bij je passen, de manier waarop je dingen aankijkt of dat je dingen aanpakt, dat je die kan loslaten. Ik ben wel eens benieuwd welke boodschappen gaan komen. Ja. Wat is de... Voilà. En dan hebben we timing and intentions, dus intentie. Ja, kijk. Hier staat het ook. Dus degene waar je mee verbonden bent, is eigenlijk aan het bidden. En wenst dat je terug gaat komen nadat alles, of dat alles wel goed gaat komen nadat al de dingen die gebeurd zijn. En geeft ook aan dat zij zich zorgen maken dat je elkaar niet zou kunnen vergeven of dat je elkaar geen andere kans zou kunnen geven. En dan de tweede boodschap die er eigenlijk mee verbonden is, want het is op dezelfde, exact dezelfde kleur, ook met tijd en intenties, waarin dat gezegd wordt van alsjeblieft geef niet op, laat me niet in de steek, hè. Ik probeer te veranderen, maar het vraagt tijd. Dus hetgeen jij moet gaan moeten loslaten, is timing. Is het idee van dit en dit en dit moet eerst gebeuren voordat je dat gebeurt. Het idee van enkel maar als iemand dat en dat en dat doet, dan betekent dat ze in een connectie zit, of wat dan ook. Dus neem jouw verwachtingen zeker onder de loep. En dan ga je wel heel snel voelen wat dat is dat je mag loslaten. Dat is een hele goede tip ook voor andere tweelingen. Los van het feit of je tweeling, met een tweeling in verbinding bent of samen tweeling bent. Dan kreeften. Kreeften. Wat is de boodschap? Wat moeten de kreeften weten? Veel blijkbaar. Maar dit en dit en deze wel. En we hebben de Storyteller en de Rose's Kiss. Ik
Kreeften. Jullie hebben ondertussen door dat er heel veel dingen en verhalen zijn die je jezelf en dat we in het algemeen onszelf vertellen. Waaronder bijvoorbeeld dat je moet opletten van rozen, want ze hebben doren. Maar rozen zijn ook heel mooi om aan te kijken. Wanneer je ook ziet, je ziet hier ook die vlinder. Wat zeg ik nu? Vlinder. Lieveheersbeestje, daar van bovenop. En zoals dat de meesten weten en kennen, brengen lieveheersbeestjes geluk. Dus met andere woorden, wat dat jij moet weten is, wees superbewust over wat dat jij je vertelt. Dat doet me ook denken hier aan... het heeft ook te maken met seks en intimiteit. En zeker vrouwelijke geslachtsorganen doen jou daar misschien al dan iets aan denken. Maar dus, het heeft ook te maken met het laten openbloeien. Volledig durven open zijn. Je volledig in overgave durven gaan ten opzichte van een andere ziel. En je kan dat niet, zolang dat je niet die veiligheid in jezelf gevonden hebt. Dus ook daarin, rond veiligheid, rond... openheid, open communicatie rond wat dat er mogelijk is. Dat is hetgeen wat je te doen hebt. Dus ga schrijven, neem een bullet of papier, maakt mij niet uit uiteindelijk wat dat voor jou goed voelt. Best is wel schrijven, niet typen, omdat dat beter is. Wacht, want mijn computer gaf hier een foutmelding. Schrijf op en kijk waar het is dat je jezelf nog saboteert en klein houdt. Wat zijn extra boodschappen? Oep, daar hebben we. Luister niet naar andere mensen, maar vertrouw jezelf om de waarheid te weten. Dat is ook een hele mooie die aansluit bij wat we aan het vertellen waren. En we hebben nog, ik voel dat je jezelf aan het terugtrekken bent en dat triggert mijn angsten. Vooral de angst dat je mij voorgoed zal verlaten. En wat zegt Jotwin nog? Ik ga doorheen een donkere nacht van de ziel. Niets in mijn leven maakt nog, is nog logisch, dus maakt nog enigszins zin. Oké, okay. Mooie boodschap voor Kreeft. Dan hebben we de leeuwen. De leeuw. Ja, het is de boodschap voor Leo. Leo zit in zijn Awakening Genius energie. En een tall tale. Dat zijn wel mooie kaarten. Oké, okay, wat is de boodschap van Leo? Oké. Leo is op, hoe moet ik het gaan zeggen? Een avontuur? Een quest? Eerder een quest. Het is nog iets anders dan een avontuur. Hè? Waarbij dat zij zichzelf vooropgesteld hebben dat ze gaan ontdekken en letterlijk willen ervaren in het leven wat dat onvoorwaardelijke liefde is. Want hier onder die hoed verstopt zie je, als je goed kijkt, die blauwe roos. De blauwe roos is verbonden met onvoorwaardelijke liefde. En dat zit ook hier in ons hartchakra, wanneer je werkt met de vlammen. Het is ook 35. Het is verbonden met 8. Dus met overvloed. En dus de leeuwen en de leeuwen in de connectie. Die zijn meer en meer aan het ontdekken van, oké, als ik nu meer en meer naar binnen ga... En die eenheid in mezelf breng, want 29 maakt 11, tussen die twee eenheden. Wat gaat dat dan verder mij van vruchten brengen? Op welke manier gaat dat mij van dienst zijn? Oké, wat zijn de extra boodschappen? Wat zijn de extra boodschappen? Voor Leo... Ik vind het altijd leuk als ze zo ploep, eruit en dat is heel duidelijk dat die moeten zijn. Wat zegt de Leo in deze connectie? Ik ben het beu of moe om fysiek van je weg te zijn. Ik probeer mijn angsten te verwerken, te transformeren, zodat ik terug kan komen bij jou fysiek. Dus het gaat hier over fysieke afstand. Dat kan ook zijn dat je niet per se moet in een ander land wonen, maar dat er gewoon eventjes een fysieke afstand is, doordat de angsten en dus de lagere trilling van die angsten voor een frictie, dus een spanning zorgen, waardoor dat eigenlijk de twee magneten, de twee polen, van elkaar weggeduwd worden. Maar wat zien we wel, dat de andere persoon, dus afhankelijk van wie dat in je leven is, opdaagt in je dromen en dat helpt dan de anderen om herinneringen, trauma's, wat dan ook, eigenlijk te gaan verwerken.
Ik zie ook hier ook paars, roze. En dat is exact ook wat we hier in deze kaarten zien. Dus voor jullie, leeuw, zijn die twee kleuren, twee vlammen, heel goed om mee te werken voor jezelf, maar ook voor je connectie. Oké, maagd. Maagd, wat hebben we voor maagd? Oké. We hebben de Royal You en dan de Great and Full met de beker. Oké, maagd. Maagd is ook aardeteken. En hetgeen wat het gevoel dat ik erbij kreeg, is dat door het feit dat je veel meer in die Empress-energie gestapt bent, of dat je nu de mannelijke of vrouwelijke niet bent, maakt niet uit. Maar dus veel meer vanuit de eenheid die jezelf je leven vormgeeft. En dus enkel maar die dingen doet die jouw beker vullen en die jou die diepe vervulling brengen. Dat zorgt ervoor dat je ook naar de buitenwereld, maar ook in je connectie, dus ook voor je partner, voor je tweelingvlam, als heel overvloedig komt. Of is het nu dat je heel overvloedige liefde deelt, of heel liefdevol, die onvoorwaardelijke liefde belichaamt voor jouw tweelingvlam. Het gaat dus ook verder, want dat is de energie, de frequentie die je aanhoudt en die je uiteindelijk dan neerzet in het fysieke. En dat brengt dan ook weer uiteindelijk weer die eenheid in het fysieke, want... wacht, hè. Ik ben hier aan het sukkelen met die kaarten. Want op de bekerkaart staat ook een 4 en 4 doet mij denken aan... de eenheid tussen beiden, hè, dus, zoals bijvoorbeeld bij de Four of Wands en andere kaart. En dit is 16. 16 is samen 7. En 7 is één van de bouwstenen van het universum. Oké, wat zijn de andere kaarten? Boodschappen. Ik heb het gevoel dat er hier heel veel wil gezegd worden, maar dat het er niet altijd op een goede manier uitkomt. Of dat er getwijfeld wordt om al dan die dingen te delen of te zeggen. Ja. Voilà, daar zijn ze. En daar hebben we. Ik moet sterk zijn in mezelf. Dus sterk zijn en overtuigd zijn in wie dat ik ben. Vooraleer dat ik mijn energie met die van jou kan gaan vermengen in de 3D. Want ik ben bang dat ik mezelf zou kunnen verliezen in deze connectie, in deze relatie. En dan hebben we nog een ander, dat is ook een 1 kaart met groen. Dus groene kleur kan je mee samenwerken. Omdat je ook, groen is ook de kleur van groei. Hè? En hier staat ook op, het gaat over groeien. Dus geef die mannelijke energie, of geef de vrouwelijke energie, maakt niet uit. Dus het gaat over beide, maar ik denk dat het eerder dan over de mannelijke energie gaat. Geef hem de ruimte om te groeien. En wat zeg ik er ook nog? Loslaten, de surrender, overgave, brengt ons sneller samen dan weerstand. Wat dat logisch is. Zo logisch. En ook bruin. Bruin doet me denken aan Malkuth, wanneer hij niet de Tree of Life, of wel? Ja, de Tree of Life op de Kabbalah hebt. Helemaal het onderste centrum is Malkuth, dus is verbonden met de aarde. En in bruin is daar een van de kleuren van. En uiteindelijk werd manifestatie ook op die manier. Zoals ik daarnet ook gezegd heb, kunnen niet wat in deze video is of in de algemene video. Maar wanneer dat je het hoera van afgaat, want dat, ook dat iets speciaals maken, iets opgemelen, zorgt ervoor dat je ook een weerstand hebt. Dus neutraliteit is altijd de plaats waarin dat je gaat gaan manifesteren. Niet de oeh of de ah. Snap het wel. Dan hebben we Libra. Weegschaal dus. Ja, ik ben een lijstje aan het volgen waar dat in het Engels op staat, zodat ik zeker niemand vergeet. Dan, wat is de boodschap voor weegschaal? Een deep breath, dus diep ademhalen en beautiful uncaging. Ja, maar die was ondersteboven en die hebben ook 7 en 14. Dus, weegschaal. Het is oké om gewoon adem te halen. Het is zelfs heel goed om diep te ademhalen en volledig in je leven en dus vanuit je buik echt te gaan ademhalen. Wanneer dat ik in sessies met mensen werk, samen met mijn paard, maar ook dan
Is dat het eerste waar dat ik eigenlijk de mensen moet aan herinneren van adem. Wees in je lijf. Laat het gewoon door je heen stromen. Want als ze dat niet doen en ze blijven in hun hoofd, dan zie ik dat ook gewoon weerspiegeld in het gedrag van mijn paard. Dus dat gaat ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je vrij kan gaan leven. Dat je vrij kan gaan houden van. Dat je vrij kan gaan genieten. Maar het is belangrijk dat je uit je hoofd en in je hart gaat. En je moet je hart niet op slot laten. Je moet je hart niet beschermen. Als jij weet dat alles gebeurt voor je hoogste goed en je altijd maar dieper en dieper in die onvoorwaardelijke liefde en in die eenheid brengt, dan is die bescherming voor niets meer nodig. Want uiteindelijk, weegschaal gaat over netwerken, gaat over de relatie tussen jou en de anderen. Maar dat je ook die balans moet inhouden. En wat zegt hij nog? Zuiver de illusies over de drie wereld. Neem niet alles wat je ziet als heel waardevol. Er is veel meer gaande in spirituele en energetische dan je kan zien. En wat krijgen we nog? Over communicatie. Alsjeblieft contacteer me. Ik zal misschien niet antwoorden, maar weten dat je om me geeft, opent mijn hart. En dat kan ook energetisch zijn. Dus als het niet oké is, of het is niet mogelijk om een bericht te sturen in de 3D, via berichtjes of wat dan ook, dan kan je ook gewoon visualiseren dat je een bericht stuurt. Of dat je stuurt naar je twin van, het is oké, ik ben niet meer boos, of ik zie de les, of wat dan ook. Want dat was ook de algemene boodschap van wanneer je jezelf toelaat om dieper te zakken, dan ga je niet alleen je hart gaan openen, maar ga je ook de lessen leren die ermee verbonden zijn. Dan zitten we aan schorpioen. Wat is er voor schorpioen gaande? Is dat eentje? Okay. Wat hebben we? Endless possibilities en... A higher view. Schorpioen. Jij wordt gevraagd of aangeraden, je doet ermee wat je wilt, om alles veel meer vanuit de vrouwelijke energie te gaan kijken. Dus als jij in verbinding bent met een schorpioen, ook al een schorpioen een waterteken, maar zeker wanneer die persoon de mannelijke energie is, dan ga je dat heel moeilijk vinden om dat te gaan vertrouwen en om de connectie, de dingen die gaan zijn in hun leven, om dat vanuit een hogere visie te gaan bekijken. Maar ze zijn ermee bezig. Dus ze zitten in dat proces. Dat is belangrijk dat je het vertrouwt. En dus dat je ook voor jezelf dat openhoudt. Dat er eigenlijk eindeloos heel veel mogelijkheden zijn. Dus ook en zeker en vooral met betrekking tot je connectie. Maar ook ten aanzien van al de andere dingen die je wilt gaan manifesteren. Oké, wat hebben we voor schorpioen als boodschap? Is dat één? Oh, de jongens gehad. Oeh, wat is dat hier allemaal? Veel boodschappen. We hebben... Geef niet op aan die... dus geef niet op aan een andere. Omdat duidelijk is dat zij proberen te veranderen. Hij probeert te veranderen. Vertrouw niet op alles wat je ziet in de 3D-wereld. En neem ook niet alles als waardevol. Want er is veel meer gaande dan enkel maar het spirituele en het energetische. Dus... hetgeen wat je ziet is niet altijd de waarheid. Stuur mij een berichtje. Ik zal misschien niet reageren, maar weten dat je om me geeft opent mijn hart. En overgave brengt ons sneller samen dan weerstand. En ik vind het mooi om te zien, waarschijnlijk dat er ergens schorpioen ook bij andere tekens zijn, want die boodschappen zijn ook in andere tekens naar boven gekomen. Maar het moet zijn dat het belangrijk is. Dan hebben we boogschutter. Wat is voor boogschutter? Boogschutter heeft de power of purpose en het wheel en awakening genius. Boogschutter is ook een vuurteken. Dus ik krijg hier echt heel sterk het gevoel dat hoe meer dat de boogschutter energie
geopend wordt en een doel krijgt. In die zin van boogschutter, dat zijn de avontuurlijke mensen. Misschien niet al diegenen die dat boogschutter als zon hebben, maar afhankelijk van waarheid in je kaart hebt, dus afhankelijk van waarheid in je wiel hebt en die kaart hebt, gaat het een andere invloed hebben op jouw connectie en op jouw leven. Maar dus, hoe meer dat je jouw vuur gebruikt om richting een bepaald doel te gaan, waar je diep van binnen voelt dat mogelijk is, hoe meer dat je ook die leiding van je hogere zelf kan gebruiken en dus eigenlijk in jezelf een genius laat ontwaken. Waardoor dat je nog veel meer boodschappen gaat ontvangen en nog veel meer, niet alleen voor de connectie, maar ook voor je overvloed, je welvaart, wat dan ook, kan gaan manifesteren. Toen je ook denken aan de draken, misschien dat jullie ook meer verbonden zijn met drakenbewustzijn. Of geïnteresseerd zijn door de draken. Het is ook een drakenjaar dit jaar. Dus dit jaar is ook super belangrijk voor jullie om ten aanzien van de wereld, ten aanzien van je eigen missie, je eigen doelen, daar een belangrijke verandering teweeg te brengen. Wat hebben we nog? Wat zegt de ene kaart? Wacht, hè. Ik ben aan het worstelen met de kaarten. Wat krijgen we? Onze liefde is eeuwig, het bestaat in elke dimensie en kan nooit verloren geraken. En de andere, ons lot is aan het roepen. Veranderingen zijn onderweg om zodanig dat je de volgende stap kan nemen. Dat kan zijn in je connectie, dat kan zijn in jouw persoonlijke missie, persoonlijke groeiproces. Dan is het steenbok. Ik was aan het denken, wat was het laatste? Steenbok. Wat moeten we weten voor steenbok? Wat moeten we weten voor steenbok? Waar hebben we? Gelukkig dat mijn tas er staat, anders lag ze in de grond. Oh my god. Echt waar? Dat zijn exact twee dezelfde. Je hebt gezien, ze zijn eruit gevlogen van degene die we hadden met boogschutter. Is het dezelfde boodschap? Ja, maar met dat verschil. Dat bij boogschutter eerder gericht is aan de buitenwereld en bij de steenbok gericht is op het zelf. Dus we zeggen, als je niet naar de boogschutter hebt gekeken, keert een paar seconden, minuutjes terug en dan ga je daar ook de boodschap ontvangen. Wauw. Dus, kort gezegd, ook steenbok wordt gevraagd om het genie in zichzelf te laten ontwaken en om veel meer in je eigen missie en in de reden waarom je hier bent te stappen. Wat krijgen we van je twin? We komen in eenheid. Wat hebben we nog? Ja, dat is ook logisch, want hoe meer je moet focussen op je eigen missie en je eigen doelen, hoe sneller je in eenheid komt. Dat is gewoon een feit. Dus eenheidskaart hebben we gehad. En dan breidt het idee van over wat een tweelingvlam is uit. Want het gaat veel meer over dan gewoon de romantiek alleen. Het is een diepe zielsconnectie en activatie om jezelf te healen. Om vervolgens meer licht en liefde te gaan belichamen. Mooi. Mooi, 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 mooi. Misschien dat er ook een aantal steenbokken zijn die samen met de tweelingvlam ook een aantal dingen gaan neerzetten en betekenen voor andere tweelingvlammen of andere mensen. Het moeten niet per se tweelingvlam zijn. Dan hebben we Waterman. Voilà, 1 en 2. Watermannen moeten inderdaad uit hun hoofd, veel te veel in het hoofd nadenken, en moeten beseffen of mogen beseffen dat ze eigenlijk ook op het tussenstuk zitten. Dat ze eigenlijk in de void zitten met het ene been in de ene realiteit en het andere been in de andere realiteit. We gaan zien. Dus laat je niet te veel terugtrekken in je oude leven, maar blijf de visie houden om vooruit te gaan, om veranderingen teweeg te brengen. En wanneer dat te spannend wordt, of dat je de neiging hebt om te veel te gaan overdenken, ga
ga dan focussen op je ademhaling. En dan, wat krijgen we van boodschappen? Ik voel me niet waardig en het beïnvloedt mijn levels, mijn niveau van overvloed en van openheid. Dus zelfwaarde. En ik kijk naar een manier om uit deze situatie te komen, zodanig dat ik vrij kan zijn. Dus hier is weer ook die healing en die aardekleuren, bruin en groen. Zou je ook aan mee werken, want hij trouwens ook hier zit, bruin en groen. En dan vissen. Last but not least. Dat is niet persoonlijk. Het is gewoon heel makkelijker om de volgorde aan te houden. Wat is de boodschap voor vissen? Vissen moeten nog eventjes nadenken. Oké. Weet jullie nu al? Ja, dus. Wat krijgen we voor vissen? Dan krijgen we Birds of a Feather. En Closed Encounters, maar omgekeerd. Oké. Vissen zitten op een punt waarin dat ze het gevoel hebben dat ze voor eeuwig en altijd vastzitten in de situatie. En door het feit dat ze dat waterelement heel sterk in zich aanwezig hebben, worden ze natuurlijk ook heel sneller beïnvloed door wat dat de omgeving zegt. Wat dat maakt dat ze dat gevoel hebben van vast te zitten. En eigenlijk willen ze wel naar buiten vliegen. En als je goed kijkt, staat het gewoon open. Kunnen ze gewoon naar buiten vliegen. Is dat niet open? Nee, deze staat niet open. Dus maar ze zouden er wel door kunnen. En dat is hetgeen wat de vis te doen heeft. Om te beseffen dat het niet uitmaakt wat al die andere vogels zeggen erover. Maar dat ze eigenlijk gewoon vanuit hun mind en de magie die er is, zichzelf kunnen projecteren in die nieuwe versie. En dus in een hogere versie van zichzelf. Dat is gewoon een keuze voor hen voorbij. En dan blijft die oude versie in die kooi zitten. Dat is geen probleem, want we zijn gewoon een nieuwe versie geworden. Gewoon als een soort van resurrection. Zeg je dat? Opstanding. En kies ook de juiste mensen om mee op te trekken. Kies mensen die geloven in de dingen die je ziet, de visies die je ziet. Wat is er nog als boodschap? Oké, dat hebben we hier. Ze zegt, ik kan zeggen wat ik echt voel. Ooit zal ik dat doen, maar op dit moment ben ik bang om... om mezelf te zijn. En ik was aan het kijken, ik was afgeleid door de afbeelding, niet de tekening. Maar je ziet ook dat de mannenkinder hier nog een masker draagt. En ook de blauwe kleur, weer ook verbonden met de vrije wil, keelchakra, communicatie. En wat zegt ook nog, ik ga doorheen een donkere nacht van de ziel. Niets in mijn leven maakt nog enigszins zin. Dus je ziet ook de verschillende kleuren in deze kaart. Dus het is goed voor jou, connectie voor jezelf, dat je met verschillende soorten vlammen werkt. Ik zou zeggen, laat u erdoor leiden. Blauw is natuurlijk een hele goede in dit moment om mee samen te werken. En gaat dat wel zien wanneer dat het genoeg geweest is of wanneer dat mag veranderen. Voilà, dat was voor deze video. Ik ga ze uploaden en in de groep delen. En ik hoop dat jullie er alvast iets aan gehad hebben. Dag!